Ex-profvoetballer Mark Bogers werd in 2020 op brute wijze overvallen van zijn Rolex-horloge bij zijn huis. Zijn vrouw werd mishandeld. Het Openbaar Ministerie eiste daarvoor al eerder 5 jaar celstraf tegen de verdachte. Als extra bewijs wees de aanklager op dat er een GPS-trekker onder de auto van Bogels is geplakt op de bewuste avond. Daar ging het dinsdag over in de rechtbank. De rechtbank heeft het onderzoek heropend, omdat wij nadere informatie wilden over die GPS-trekker. Die is aangetroffen onder de auto van het slachtoffer, van een van de slachtoffers van de delicten waar u van wordt verdacht. Er komen geen gegevens uit. Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen wie de gegevens van de trekker ontving. Wel heeft officier van justitie aangetoond dat de GPS-trekker op het moment van de overval was geactiveerd. En het op 2 eerdere momenten aantreffen van een TriStar GSM-trekker in de auto van de verdachte, terwijl hij daar zelf telkens de bestuurder was, in combinatie met het aantreffen van een TriStar-trekker onder de auto van het slachtoffer. Maar voor de advocaat van de verdachte is het niet genoeg bewijs. De verdachte houdt vol dat hij de auto uitgeleend had. Kortom, het nadere onderzoek, zoals door uw rechtbank verzocht, naar de GPS-trekker heeft geen nieuw inzicht opgeleverd. En dus ook geen bewijs voor de betrokkenheid van cliënt bij het te lastig gelegde feit. De advocaat van de verdachte eist dan ook dat hij, vanwege het gebrek aan bewijs, wordt vrijgesproken. De rechtbank doet op 18 oktober uitspraak over het extra onderzoek in deze zaak.